Hallo lieve mensen van Banjotown, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van Slender the Arrival. En ik speel namelijk het laatste deel, eindelijk het laatste deel, want na al die hartverzakkingen heb ik er nu wel een beetje genoeg van gehad. Laat het zeker ook weten in de comments welke volgende horror game ik moet gaan spelen op Banjotown. Zo, en we zitten nu in Slender the Arrival en we komen bij het laatste level aan en dat heet ook The Arrival. Dus volgens mij is dat, The Arrival betekent volgens mij de aankomst. Dus we hebben natuurlijk een grote tocht gemaakt door het bos en door de grote mijn, of de ondergrondse mijn. En nu dus in dat huis natuurlijk, daar zijn we ook al een paar keer geweest. En nu klimmen we deze toren op, of berg, op zoek naar die radar, want dat is, als ik het goed heb, het puntje waar we naartoe moeten. En nu moet er weer een grot in. Daar ben ik dus niet blij mee. Maar we hebben even geen keus. Serieus, ik hoor echt hele rare geluiden. Oké, dat is gewoon het geluid van mij. En het geluid stopt ook in één keer. Meet me by a street in an hour. Oké, we moeten iemand ontmoeten blijkbaar. Of het is een oude papier iets. Oké, is allemaal muurtekeningen. Your helping is arrival. Je helpt zijn aankomst. Oké, pauzeer de video als je dat wou lezen. Maar ik wil deze game gewoon uitspelen, want ik ben er eigenlijk een beetje klaar mee met Slender. Ja, maar sowieso vind ik het wel heel gaaf gedaan. Oh, het wordt nou in een keer rood. Holy shit. Wow. Oké, dan. Alles in vuur en... Holy shit. Oké, dit is echt heel creepy gedaan. Alles is in de fik aan het vliegen hier. Ik volg gewoon het pad. Ik volg maar niet dat pad. Kunnen we nog ergens anders heen, jongens? Hier zo. Oké, we nemen een andere route. En het loopt dood. Denk ik. Oh ja, Slender zit nu voor mij ook achter me aan, heb ik het gevoel. Het is echt heel apart gedaan, jongens. Shit. Oké, dat was niet cool. Dat was niet cool. Ik snap niet waarom een zaklamp gebruiken. Omdat er genoeg licht hier is. Maar daar is het rode, de rode lamp waar we naartoe moeten. Slender zat voor mij naast. Daar zit hij. Oh my god, kijk dan. Wow. Zag die tentakels, joh. Wow. Damn. Dat zijn pas tentakels. Wat een motherfucking octopus, die Slender. Voor mij lopen we nu. Ik hoop dat er geen hondjes lopen. Ik weet ook niet of we goed lopen nu. Holy. Oké, hij loopt echt op me af, jongens, of niet? Holy. Dat is echt creepy, joh. Ik weet ook echt niet of we goed lopen. Maar daar moeten we naartoe en nu ga ik er wel verder vandaan, dus dat is niet goed wat ik nu aan het doen ben. YOLO Slender. Ik heb het gevoel dat ik een pad moet volgen en dat pad, dat wordt tegengehouden door Slender of door vuur. Dus ik moet een beetje tactisch gaan kijken hoe ik nu door dat vuur heen kom en door Slender. Gewoon even doorzetten hier, dit stuk, ja. Oké. Gaat goed komen nu. YOLO, maakt niet uit. Gewoon rennen. Oké, nu komen we dichterbij. Ja, jongens, we zijn er bijna. Waarom kan ik hier niet verder? Je zit serieus vast in Slender? Oh my god, ik word dadelijk echt niet meer gevonden in de bos, denk ik. Heb ik het gevoel.
Ja? Jongens, zijn we er bijna? Ik denk het wel. Kom op. We zijn er bijna. Kom op. Vandaag is rood. De kleur van het bos. Een deur. Oké, we gaan er doorheen. Hebben we geen rondje gelopen? Ik hoop het niet. Ik durf niet achterom te kijken. Unlock de door. Kom op. Ik hoor creepy geluiden achter me. Your flashlight is dead. Ik hoor serieus voetstappen achter me. Ik ga niet achterom kijken, jongens. Ik zie ook helemaal niks. Enkel lichtjes. I failed you. Oké, dat was echt heel creepy. Fuck. Oké, dit is niet cool dit. Oh, Wauw. Dat was heel apart, joh. Oké. Ja. Dit was Slender the Arrival. We want to give a very special thank to our following producers without your help, support, thank you. Nou, ze bedanken me dat ik met de kleren ben geschrokken. Oké, Slender is dus best wel heel... Ik vind het best wel heel groot geworden, zoals je al kan zien aan deze game. Het begon allemaal met een heel simpel indie game eigenlijk. En dit is natuurlijk ook wel een indie game, maar heel anders. Wat minder groter. De graphics waren sowieso keihard opgepoetst. Er zit meer verhaal in natuurlijk, want bij de eerste Slender weten we nog dat we de 8 pagina's moesten pakken. En dit was toch wel wat meer uitgebreid. Nu snap ik sowieso niet wat dat meisje meedeed in, met de rol. Het was wel echt een heel moeilijk spel, vond ik. Echt heel lastig, want je moet sowieso eerst weten waar die generators staan. En dan moet je nog het geluk hebben dat je niet gepakt wordt door Slender of door die meid. En dan moet je ook nog eens het een beetje op tijd doen, dus een beetje snel doen. Maar het eindstukje was best wel simpel. Dat ging wel bijna fout op het einde. Maar ik ben dus wel gepakt door Slender helaas. Het was een ander soort Slender. Het was iets met een blauw skelet of zo. Heel vreemd. Mensen, laat het nogmaals in de comments weten beneden. Als je een leuke, spannende game weet die je kan spelen. Laat het me weten. Outlast heb ik al gespeeld. Dus die zou ik sowieso niet aanraden. Want dat was echt een beetje de ergste game die ik ooit heb gespeeld, geloof ik. Maar als je een game weet, laat het zeker weten in de comments. En bedankt jullie voor het kijken. En tot hopelijk de volgende keer met een nieuwe horror game. Tot ziens! Bye!